Marco. Mijn naam is nog steeds Mats. Kippers. Ik vind het af, dus het hoeft mij niet. Wanneer leef je naar oudste persoon op aarde? Jongens, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Mats. En vandaag ga ik een level up in Flipzone van level 1 tot en met level 25. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik samen met Kion. Maar we beginnen met een kleine trick edit. Dan gaan we nu naar de video. We beginnen met de eerste. Een frontflip. Heel het rijtje staat ook in de beschrijving. Dus check dat even. Je hebt 2 pogingen voor alles. 1 frontflip toch? Ja. What the fuck? Eerste level gaal. En dan zijn we nu bij level 2. En die mag Kion gaan doen. Level 2 is een sideflip. Sideflip. Nee, dat was 2 keer sideflip. Nog een keer. Ja! Wow, yo! En dan zijn we nu bij de derde. Backflip. Oh. Yes. Nu is het nog allemaal heel makkelijk, maar zometeen. Frontflip naar buik. Dubbel colies. A few moments later. Side and back out. Double side x double side. Triple full flips x full in. Full in. Allemaal gekke dingen. En nu bij de volgende. Een Berani. Wie heeft dat getypt? Oké, okay, let's go. Kijk of hij lukt. Ja! Awesome, dus we hebben tot nu toe alles gehaald. Ja. Oh. Oké, okay, dan zijn we nu bij de pool over. Oké, ja. Let's go. Oeh, net haar. Kion, ik ga even plassen, dus maak jij de kijkers. Oké. Wanneer leefde de oudste persoon op aarde? En de antwoord vertel ik aan het eind van de video. Ik ben weer terug. Wat is de volgende? We gaan kijken. De volgende is een ball-out. Dat moet jij doen. Ik ga de ball-out doen. Nee, die telt niet. Hij was frontflip. Oké, okay, nog een keer. Dat was het. Dat is lelijk. Oké, de volgende is een check en die gaan jij doen. En... de volgende is een Cody. Ik heb hem gedaan. Nu de volgende. Dat is een. Kijk hoor. Een flikflak. Oeh, die moet jij doen. Je hoeft hem niet op de airtrack te doen. Maar het mag wel. Oké. Okay. Die was beter. Je hebt hem gedaan. En nu de volgende. Die moet ik doen. Overslag. Dus ik moet een overslag gaan doen. Nee, joh. Hoppakee. Zou ik anders ook flik, vlak, overslag, frontflip doen? Nee, dat liep de vorige keer niet zo goed af, dus dat doen we niet. Even een kleine terugblik naar die clip. Doe dit gauw wel voorzichtig, jongen. Want de volgende is een frontflip naar je buik, maar die kan ik niet, dus die mag jij doen. Is goed. Oh. Maar weet je wat dus het eng is aan deze trick? Je doet dus zeg maar die frontflip en je gaat echt alsof je op je nek gaat en dan doe je naar je buik. Dat is heel eng voor je gevoel. De volgende is een dubbel Cody, maar omdat Kion hem wil doen en ik ook, gaan we alle 2 doen en dan moet jij zeggen welke het mooiste is. Jij begint. Volgende, dubbel back naar je buik en die doet Kion. Dus hoe moet ik die doen? Dat is gewoon leuk. En nu level 14 is side and back out. En die doe ik. En de volgende is een Arby backflip op de airtrack. Oh, dat was hem niet. Nog één poging. Tweede poging. Kan nu niet. Dus dan moet ik hem doen.
is het double-sized naar size naar double-sized. Of nu begint het wel echt moeilijk te worden. De rest was allemaal makkelijk, maar nu begint het wel. Ja. Oh, die was lekker. Die was lekker. Oké, okay, en nu is de volgende double back naar double back. En als Kion die niet kan, doe ik die. Oké, hier gaan we. Maar volgende is één. Double back naar double Cody. Double back naar double Cody. En nu ben ik weer met een double ball out. Maar de opbouw wat komt, het gaat toch ver. Ik ga het proberen te doen, misschien niet met mijn paardje. Hey, let's go! 1, 2, 3. Ho! Was hem echt al bijna. Oké, Kion, jij hebt triple full gedaan. En de volgende zijn? Weet ik niet. Flippers. Ik kan hem nog. Hey, de flips heb ik gedaan. Nu de backflip op de grond. Oké. Okay. Die telt. Standing, double back. Oké, we doen mini bounce. En dan gaan we nu nog naar de volgende. Dan moet ik even van jou. Ja. Maar omdat stickje niet echt een trick is, maar ik heb hem wel geland, telt deze. En nu is Kion met... Full in. Oké, omdat dit een hele moeilijke trick is, heeft hij een paar setjes. Ja, hebben. Denk je van? Denk wel. Au! Oh! Alle 25 levels hebben gehaald. Dus die was het einde van de video. Dus dan zeg ik doei! Een antwoord van de mop was... Tussen wordt en ze dood. Welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Max en vandaag ga ik...